Maar als u zou moeten kiezen, PVV-school, GroenLinks-school, VVD-school, Forum voor Democratie-school? Poeh, dan vraag je me wat. Nou, geen GroenLinks in ieder geval. Nieuws. Ben jij ook zo'n fan van Thierry Baudet en heb je al het Forum mok, het Forum t-shirt, zijn Forum boek en de Forum pet? Dan kan je nu ook naar de Forum voor Democratie basisschool. Waar het klimaat, stikstofproblemen, genderproblemen en andere wereldproblematiek er eventjes niet toe doen. Een partij met een eigen basisschool, hoe kijkt u daarnaar? Is dat iets voor deze kleine? Nee. Waarom niet? Sorry. Nee, echt niet. Waarom niet? Ik vind het niks. Laten we gewoon voor alle kinderen open onderwijs doen. Hetzelfde, christelijk geloof, helemaal goed. Andere geloven, allemaal goed. Forum voor democratie geloof, ook goed. Maar doe het lekker thuis. En de school laat school zijn voor leren. Wat ging er mis op de basisscholen van nu? Nou, er gaat heel wat mis. Maar we hebben op 3 punten willen we een verbetering maken. 1 is het hele curriculum van scholen zelf. Waar allerlei problematische zaken naar voren worden gebracht. Er is een stikstofprobleem, er is een biodiversiteitsprobleem, er is een klimaatprobleem. Alles is een probleem. Ik noem toevallig stikstof, want dan staat er een heel simpel rijtje van: er is te veel stikstof in Nederland, dat is een probleem, het is slecht voor de natuur. Het zijn vooral de dieren, want die poepen in de wei en daardoor moeten er minder dieren komen. Zo'n soort verhaaltje. Kinderen dan als probleemgeval te horen. En dat is volgens jullie, klopt dat niet? Volgens ons klopt dat niet, ten eerste. Dus überhaupt het hele stikstofprobleem klopt niet? Nee, dat is 1. Het stikstofprobleem klopt niet. Maar een tweede is ook dat, al zou het geheel gedeeltelijk wel kloppen, dan nog vind ik niet dat dat soort problematiek meteen als een soort probleem naar die kinderen gebracht moet worden. En ik zou zeggen, het heeft geen enkele zin om kinderen bang te maken. Er worden klimaatspijbelacties gehouden. Het zijn klimaatsoldaten. We horen verhalen van kinderen die thuis gewoon huilend tegen papa zeggen dat hij niet meer in de auto moet stappen, want dat is slecht voor het klimaat. Ze zeggen van er mogen christelijke scholen zijn, er mogen islamitische scholen zijn. Vind ik ook vreemd. Vind ik in deze tijd ook niet helemaal meer passen. Openbaar onderwijs voor iedereen? Ja, voor iedereen zou het gelijk moeten zijn. Ja. Gelijkwaardige kansen, geen onderscheid, iedereen gelijk. Lopen nou de speerpunten van Forum voor Democratie en de speerpunten van uw favoriete basisschool parallel aan elkaar? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Dat denk ik wel. Maar kijk, een basisschool is niet een school waar politieke verhalen worden verteld. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die bang zijn voor verweving. Wat ook heel logisch is als je het onder dezelfde koepel zet. Verweving? Je bedoelt dat de politieke partij en de school verweven zijn? Nou ja, in deze fase worden we gesteund door Forum, dat is duidelijk. Hè? Ja, dat is heel duidelijk. We zijn ook van hieruit gestart. Dat bedoel ik, het is een Forum voor Democratie school. Nou, het is een renaissance school, we hebben een aparte stichting opgericht. Tuurlijk. Die ook zichzelf moet... Nee, niet onder een Forum, die zichzelf moet financieren. De lijntjes zijn kort en de speerpunten zijn parallel. Dus iedereen is natuurlijk in dat geval bang voor verweving, in welke zin dan ook. Toch? Nou ja, ik weet niet wat er... om bang voor te zijn. Hoe zou u willen dat uw kind zich ontwikkelt tijdens de basisschool? Zo objectief mogelijk, zonder vooroordelen, zonder intimidatie. Gewoon rechtvaardig. We leven gewoon tegenwoordig in een multiculturele samenleving. En we moeten gewoon rekening houden met elkaar. Als je nou bijvoorbeeld pro-vaccineren bent en je gelooft wel in de huidige... klimaatcrisis en stikstof zie je als een probleem. Kwam je dan ook terecht op een renaissance school? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat ze ouders daar erg veel belangstelling voor hebben. Je bent niet verplicht, hè, om je kind aan die renaissance school te sturen. Nee. Dus ik denk dat als de gezichtspunten van ouders echt diametraal afwijken van een aantal dingen die we ook gewoon op die school aangeven, dan zou het niet logisch zijn om je kind naar die school te sturen. Maar als u zou moeten kiezen, PVV-school, GroenLinks-school, VVD-school, Forum voor Democratie-school? Poeh, dan vraag je me wat. Nou, geen GroenLinks in ieder geval. Nee. Van de rest maakt het niet uit. Maakt het niet uit, nee, precies. Nou, misschien PVV. Een PVV-school. Nou, dan is het wachten. Mijn kleinzoon komt in een klas terecht met 2 Nederlandse kinderen en de rest is allemaal, ik vind het heel slecht. Dan mag je niet discrimineren, maar ik vind het een slecht teken. Komen er ook nog middelbare scholen en universiteit? Nou ja, dat is wel toekomstmuziek, laten we beginnen. Maar wie weet, ik zou het wel graag willen, ja. Dat is mijn grote droom. Hey, jij daar, nog geen subscriber? Doe dat dan even, door hier te klikken op deze button. Hey.
Tel uit je winst. Gewoon hier. Wow.